De gezondheidszorg in het binnenland zal grondig geëvalueerd worden. Volgens minister Omar Ramadhin van Volksgezondheid zijn er diverse klachten binnengekomen over de medische zorg in het achterland. Op grond daarvan zal de bewindsman binnenkort een werkbezoek afleggen aan enkele dorpen in boven Suriname. Tot de zorg in het achterland kan ik u aangeven dat het ministerie onder leiding van mij in de eerste week van februari een werkbezoek brengt aan het boven Suriname gebied, waar ik mij ook persoonlijk zal oriënteren, niet alleen op COVID, maar ook op de algehele reguliere gezondheidszorg, omdat wij veel rapportages kregen, dus ik vond het noodzakelijk om ook in het gebied persoonlijk aanwezig te zijn om mee te vergewissen. We zullen enkele dorpen te bezoeken, Ladouani, Yoyo, er zijn een aantal dorpen die wij gaan bezoeken waar polyklinieken zijn van de medische zending. Dus ik zal u na het werkbezoek een beter beeld kunnen geven van wat wij hebben geconstateerd. Het afgelopen weekend heeft een team van het STVS-journaal een bezoek gebracht aan het dorp van Hati in het district Marowijne. Uit een gesprek met dorpsoudste Boezan Ansu werd duidelijk dat er geen medische voorzieningen aanwezig zijn in het dorp. Door het slechte wegdek duurt het ook veel langer voordat de bewoners beschikken over ingeroepen medische hulp. In sommige gevallen komt die hulp dan ook te laat. Ja, we hebben een galant. Af je hebt een gat data. Wan libi sama normal libi, wan dorp zonder data. We hebben geen probleem voor dat. En dat is als zieke van libi sama. Kan je een moment die als zieke kiezen. Dat in een normaal hoor die langer voor zak hier. Maar vijf en de je hebt voor data. Dat je libi. En figuain wan wagi aan haar boek op als je tv door foto. Ja, bij de demaar. A force elle vit, yo dede.